gigantisch vermoeiend, die shit. Goedemorgen iedereen, het is vandaag maandag. Vandaag heb ik eerst heel vroeg in de ochtend een afspraak en daarna moet ik door naar school toe. Hopelijk mis ik niet te veel. Dus ik dacht, ik laat jullie even snel mijn outfit zien. Boyfriend jeans van H&M. Ik denk dat deze nu wel bekend zijn onder iedereen. Oh, mijn 21 Pilot t-shirt. Yay! Hoi iedereen, oh wat zit mijn haar toch vreselijk. Ik ben nu wel een tijdje thuis. Ik ga nu even wandelen. En mijn kat zit me aan te staren van wat ben je aan het doen. Ik ben terug. Ik ga nu eventjes aan huiswerk en dat soort dingen. En dan ga ik de vlog editen en uploaden. Mijn moeder riep net dat het eten klaar is. Ik ben bijna helemaal klaar met mijn huiswerk. Ik moet nog één dingetje voor aardrijkskunde doen. Ik ga nu even de vlog editen en uploaden. Ik ga naar bed toe. Wel rusten. Goedemorgen iedereen. Er zit hier een heel erg rode stip. Ik weet het. Mijn moeder staat nu op het punt van weggaan. En ik ga me nu klaarmaken. Ik zou vandaag fysiotherapie hebben. Maar we hadden geen afspraak gemaakt voor vandaag. Want ik moet morgen naar fysiotherapie of zo. Dus ik ga me nu klaarmaken. Ik ben klaar en ik wil eigenlijk gewoon mijn fedora opdoen. Maar dan gaan die rotjochies hem weer net in de prullenbak gooien. Dus dat doe ik niet. Maar hij staat wel heel cool. Behalve als mijn haar niet goed zit. Want dan is het gewoon niet leuk. Ik dacht, ik laat jullie even zien wat ik aan heb. Nou, dit. Eigenlijk hetzelfde t-shirt als gisteren. Deze broek is een zwarte high-waisted van H&M. En dan met 21 Pilot Blurface. Zwarte t-shirt. Oh, I love you, 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 yeah. Ik ga nu trouwens ook straks naar school toe, dus ik zie jullie vanmiddag. Ik ben er net ongeveer een half uurtje thuis en nu ga ik voorbereiden voor toetsen, wat huiswerk maken en computeren. En ik ga misschien nog lopen, ik weet niet of ik er wel... Het is echt, het waait echt gigantisch erg. Het waait zo erg, het is echt niet normaal. Ik ben de hele avond eigenlijk bezig geweest met voorbereiden voor de 3 toetsen die ik heb vrijdag. Dus ik ga me nu klaarmaken voor bed en ik ben echt doodmoe. Oh, waar is licht? Goedemorgen iedereen, het is vandaag woensdag en ik ben een beetje aan de late kant. Dus ik laat jullie even snel mijn outfit zien en dan ga ik naar beneden. Oké, dit is een ding wat ik in mijn broek heb gedaan. Dit is van Jessica of zo heet het. En dan deze broek die had ik gisteren ook aan. Hij is van H&M en mijn stem klinkt geweldig. Hallo iedereen, jee, maar het waait echt gigantisch. Oh, een beetje veel stof. Ik heb vandaag eigenlijk vrij weinig gevlogd, omdat ik eigenlijk de hele tijd bezig ben geweest. Ik heb net heerlijk gegeten en nu ga ik weer verder aan mijn huiswerk. Het is bijna 8 uur en ik ben bijna klaar. Ik moet alleen nog even iets voor dit boek doen waar ik een toets van heb vrijdag. Nou iedereen, ik ga nu naar bed toe. Nee, ik moet me eerst even klaarmaken. Dus ik zie jullie morgen weer. Goedemorgen iedereen. Ik ga me nu even snel klaarmaken, want ik heb nog een half uur tot en met ik weg moet. En ik moet me eigenlijk nog helemaal klaarmaken, dus ik moet even opschieten. Ik wil mijn haar make-up nog doen, maar ik heb even die lazy days. Dus ik dacht, ik laat jullie even zien wat aan is. Ik heb dezelfde zwarte broek aan als echt al de hele week bijna. Die van H&M, high-waisted. Dit truidingetje is ook van de H&M. Ik heb hem echt wel heel erg lang geleden gekocht, dus ik denk niet dat hij er nog steeds is. Ik denk echt al 2 jaar geleden of zo. En een Adidas vest. Deze is donkerblauw en ja. Ik ga nu naar school toe en ik heb na school meteen oefentherapie. Dus ik weet niet wanneer ik jullie weer zal zien. Ik ben thuis, maar ik moet meteen weer weg, want het is bijna 3 uur. Het is nu al best wel veel later en we hebben al avond gegeten. En toen ben ik weer gaan leren en toen kreeg ik ineens deze in mijn neus geduwd. Ik heb net wat dingen voorbereid voor Silver Apple Pie, zeg maar video's. En ik ga nu me klaarmaken voor bed. Het is echt al 10 uur of zo. Goedemorgen, ik heb net gedoucht. Ik weet even niet meer hoe laat het is, maar ik dacht ik laat jullie even zien wat ik aan heb. Ik ben een beetje lui vandaag. Ik heb deze H&M broek aan en dit t-shirt van 21 Pilots. Sup people of the good life. Ik moet nu dus eventjes mijn tas slash koffertje gaan pakken. Want mijn ouders zijn vandaag even een nachtje weg naar een lekker hotelletje. Want dus dat zorgt ervoor dat ik en mijn zus naar mijn opa en oma gaan om daar een nachtje te logeren. Natuurlijk hartstikke gezellig. Maar daarvoor moet je wel even wat dingen meenemen. Daarnaast moet ik ook schoolspullen meenemen. Want ik heb echt veel te veel... Hé, je ziet mijn vlog, jongen. Het is gigantisch vermoeiend, die shit. Ligt hier een kat? Even kijken of hier een kat ligt, hoor. Er is hier geen kat. Dus ik ga even mijn koffertje pakken. Al mijn schoolspullen inpakken. Even huilen omdat er zoveel toetsen zijn. En daarna gaan. En daarna word ik opgehaald door mijn opa. Jongens, wat is dit? Dit balletje vacht is nou mijn kat. Het is nu al wat later op de avond. En ik ben al een tijdje bij mijn opa en oma.
Ik ben nu op de kamer waar ik meestal slaap. Dus de kamer van mijn tante. Oké, dus dit moet ik eigenlijk even uitleggen. Mijn tante die werkt en woont gewoon in Turkije. En dat is echt wel heel erg lang. Meestal komt ze in de winter naar Nederland toe, omdat ze in toerisme werkt. Dus dan is er vrij weinig te doen. Dus dan komt ze familiebezoek in Nederland, dat soort dingen. En nou ja, omdat ze niet zeg maar voor die 2-3 maanden een huis heeft, woont ze gewoon zeg maar boven bij mijn opa en oma. En dat is gewoon deze kamer. Hartstikke leuk kamertje, ik ga hem niet laten zien, dat vind ik een beetje te persoonlijk. Maar ja, dus hier ga ik vannacht slapen. Ik ga morgen met mijn oma naar de Primark en even naar de H&M. Even omdat ik een paar nieuwe kledingdingen nodig heb. Ik ga me nu klaarmaken voor bed en dan ga ik ook echt naar bed toe. Dus wel trust en ik zie jullie morgen. Goedemorgen iedereen, het is vandaag zaterdag. Nou iedereen, ik ben nu ondertussen weer bij mijn opa en oma thuis. Ja, meestal zag ik wel gewoon thuis, want het is eigenlijk een soort van tweede huis. We zijn bij de Primark geweest, daar zijn we gaan lunchen bij de Deliverance en toen zijn we nog even de Tiger ingegaan. En nu ga ik even wat net nagels opdoen. Dat klinkt zo stom. Waar zijn ze? Het zijn gewoon van die French manicures en mijn nagels zien er op dit moment zo vreselijk uit. En ik heb geen zin om ze telkens te moeten lakken. Dus ik dacht, weet je, deze zien er op zich wel natuurlijk uit. Behalve als ik het tegen iedereen zeg. Nou ja, ik ben echt al een tijdje bij opa en oma nu. Nadat we naar de Action zijn geweest. Het was best wel leuk, we hebben een paar dingen gekocht. Ik heb ook nu mijn nagels opgedaan. En ik zit nu te tekenen, want dat vind ik de laatste tijd steeds leuker worden. Ik ben aan het inpakken, want mijn ouders zijn er, dus we gaan weer naar huis toe. Dus ik ga nu even mijn camera inpakken in mijn tas, dus ik kan er niet meer echt goed bij. Dus ik zeg alvast dat we nu naar huis gaan. Nou guys, ik ga pitten, welterusten. Goeiemorgen iedereen, het is vandaag zondag. En ik zou naar de kerk gaan, moest iets doen. Maar ik heb het zo ontiegelijk druk dat ik dat af had moeten zeggen. Dus nu ben ik bezig met mijn huiswerk. Maar ik ga nu even mijn kamer opruimen. Het is echt wel een gigantische troep. En ik heb het echt al heel lang niet meer opgeruimd. Hey schattenbouw, hier is dit. Hey. Oh. Het is nu alweer een beetje donker aan het worden. Ik heb eigenlijk de hele dag allemaal dingen gedaan. Huiswerk. En ik moet eigenlijk nog mijn Silver Apple Pie video editen. Dus ik denk dat ik dat straks even ga doen, maar ik ga nu eerst nog één klein dingetje afmaken. En ondertussen ga ik even een maskertje opdoen en ik ga ze even zoeken, want ik heb geen idee waar ze zijn. Waar had ik ze neergelegd? Ik ga voor die mudpack, want daar, dat is ultra deep pore cleansing. Volgens mij ben ik echt heel erg prachtig. Het is misschien iets langer dan 15 minuten geweest. Ik zie er heel raar uit. Het is zondagavond. Het is laat. Ik ben duizelig. Ik ben bezig met mijn kamer opruimen, maar ik heb het gevoel dat ik ga flauwvallen. Volgens mij merken jullie allemaal dat ik niet heel goed tegen bepaalde dingen kan. Ik ben heel erg moe. Ik ga de vlog alvast hier afsluiten. En ja, ik zie jullie volgende week wel met een nieuwe vlog. Ik zie de camera eigenlijk morgen weer. Maar ik zie jullie pas volgende week.